Noem maar even één speler die gewoon meteen in je naar boven komt van... hé, hey, deze man was niet normaal. Thiago Silva, man. Ik blijf het hey, zeggen. Hé, was even vergeten. Thiago Silva. Dat was voor mij één van de ja, beste spelers waarmee ik ooit heb meegespeeld. Serieus? Ja. Wat maakte hem zo speciaal? Wat hem zo speciaal maakte? Het kostte hem gewoon geen kracht. En, um, en dat, dat, dan krijg je weer een beetje die Zuid-Amerikaanse mentaliteit. Mm -hmm. Kijk, wij... Nederlanders vooral. We klagen best wel veel. Met vliegreizen. Ja. Als we moeten vliegen, terug, wedstrijd spelen. Moe, vermoeid. Ja. Ja, ja. Maar deze man vliegt gewoon naar Brazilië. Tien uur. Tijdsverschil. Maakt niet uit. Uh, vliegt terug. Komt een dag voor de wedstrijd. Komt hij aan. We spelen zaterdag. Hij komt vrijdag. Uh, hij ja. hoeft niet te trainen. Uh, dus een beetje uitrusten. Ja, en sowieso. volgende dag is hij gewoon de beste op het veld. Serieus? Dat soort dingen, ja. Dat soort dingen. Hij heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Dat is niet normaal. Op de training, één tegen één. Niemand die hem voorbij komt. Dat soort dingen. Nog steeds niet, hè? Ja. Die dus, speelt dus nog dat steeds. Is, ja, dat is wel iemand die, die echt heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Ja? ja? Zo. Ik was hem helemaal vergeten, ja, Het is man. ook omdat, natuurlijk, met Clarence en Ibra, natuurlijk. Dat is normaal, je weet. Dat zijn jongens die het talent altijd in de spotlights hebben gestaan. Maar ja, Thiago Silva kende ik eigenlijk niet. En... Uh, ja de manier hoe hij zeg maar, ermee omging en uh, wat ik zeg naar Brazilië vliegt terugkomt jetlag niet slapen Vlammen. niet trainen zonder één training mee te hebben gedaan zaterdag spelen gewoon de beste zijn dat, dat, dat niet is normaal, niet nee. normaal uh, hoe <laughs> ja. was Balotelli man Balus uh, ja gek man je gek hè <laughs> is echt maar, gek man kijk wij zien het af en toe in wedstrijden. Dan komt het ja. naar voren en dan zie je dat hij wat kan. Maar is hij, is hij nou echt zo'n groot talent als wat... Hij is echt goed. Ja? Ja. Hij, heeft, hij als spits, hij heeft gewoon alles wat ja. een spits moet hebben. Dat heeft hij. Behalve? Ja, hij heeft gewoon alles. Hij, hij is snel. Sterk. Techniek. Hij, techniek, kan schieten, links en rechts, koppen, vrij trap, penalties. Hij kan alles. Alleen, ja... Soms, soms. Heb je gekke is... dingen met iemand meegemaakt op de training, Dat hij ja, misschien niet komt opdagen of ja. zoiets? We hebben. Laat me een verhaal vertellen. We, we trainen op het veld 11 tegen 11 of weet ik veel wat. En dan heb je toch van die, die drones die. die ja, 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 die, die, ja. Ze filmen toch hoe die ja. tactiek looplijnen en dat soort dingen. En hij gaat met een bal gewoon dat ding naar beneden <laughs> schieten. Dat soort dingen doet hij. Oh. <laughs> Dat soort maar niemand coacht hem of. Hé, bro, we, jawel, zijn, we ze, zijn aan het werk hier. Jawel, ze coachen ja? hem wel, maar, maar gewoon, hij maakt gewoon alleen maar grappen. En het is gewoon echt gewoon ook een hele leuke jongen. Ja. En, uh, ja. Toch ook zonde, Ja, zonde, ja, ja. wel. Hij heeft zeker, uh, tuurlijk, hij heeft gewoon momenten, bijvoorbeeld die goal die hij maakte, EK, geloof ik. Ja, klopt man. Ja, dat ja, soort ja. dingen. Ja. En, uh, nee, maar ja, een beetje. Ja. Voor mij is het echt gewoon een geweldig persoon.